De staatsspaanse linies in het huidige Zeeuws-Vlaanderen vormden tijdens de opstand tegen de Spanjaarden een ingenieus stelsel van verdedigingswerken. Een van de best bewaarde werken uit die tijd zijn de stadswallen van Hulst. Nou, dit zijn de wallen van Hulst. Hulst is de best bewaarde vestingstad van Zeeland. Deze stad maakt met andere vestingsteden in Zeeuws-Vlaanderen en in Oost- en West-Vlaanderen en met losse fortificaties en met liniedijken en linievaarten en sluizen onderdeel uit van het complex van de staatsspaanse linies, zoals we dat tegenwoordig noemen. Aan het eind van de middeleeuwen was de militaire functie van kastelen al grotendeels verdwenen. Het ging nu vooral om de macht over de steden en om die te verdedigen werden aarden wallen opgericht met een gracht eromheen. In Hulst was daar in 1341 al mee begonnen. Maar tijdens de opstand tegen Spanje in de 16e en 17e eeuw werden deze stadswallen versterkt. Het principe is vrij simpel. Aarde en water, dat zijn twee elementen die je hier in de Lage Landen volop voor handen hebt. En zodra je wallen op wil werpen, zoals deze prachtige wallen, dan moet je grond hebben. Nou, die groef je daaruit en voilà, je had meteen een gracht tot je beschikking. Het had een bijkomend voordeel in de 16e en 17e eeuw dat aarde veel beter bestand was tegen de moderne kanonskogels dan in de middeleeuwen de stenen kasteelmuren. Hulst is Zeeland's best bewaarde vestingstad. De stadswallen vormen een traject van maar liefst 3,5 kilometer rond het stadscentrum. Ja, we staan hier op een van de bolwerken of bastions van de vesting Hulst. Daar hebben we er nog een. Hulst had er in totaal 9, meen ik. En die bastions of bolwerken die dienen uiteraard een strategisch doel, namelijk om de aanstormende of belegerende vijanden van alle kanten onder vuur te kunnen nemen. En door dat typische element van die bastions ontstaat de stervorm die de vestingsteden sinds het eind van de 16e eeuw in Nederland zo kenmerkt. Ook Hulst, als je een oude kaart bekijkt of een luchtfoto, dan zie je die prachtige stervorm die het kenmerk is van de Nederlandse vestingstad in die tijd. Hoewel de opstand, of de 80-jarige oorlog, in heel de Nederlanden werd uitgevochten, was het huidige Zeeuws-Vlaanderen, toen nog Staats-Vlaanderen genoemd, een frontlinie in de strijd. Het gebied was dan ook afwisselend in Spaanse en Staatse handen. Daarom vinden we in deze omgeving ook zoveel verdedigingswerken. En daarom werd de stad Hulst door beide partijen versterkt. Tijdens de opstand werd er ook een nieuw wapen geïntroduceerd, inundatie. Het onder water zetten van een gebied. Op deze manier kon de vijand de stad al helemaal moeilijk bereiken. Maar deze inundaties zorgden wel voor problemen. Belangrijke landbouwgrond werd verwoest en sommige gebieden verdwenen zelfs helemaal onder water. Om dit te voorkomen werden de verschillende vestingwerken met elkaar verbonden door liniedijken en waterlopen. Zo kon men de inundaties beter in de hand houden. Dit is de linie van communicatie ten oosten van Hulst. Die liep van Hulst naar de forten Moerschans, De Rapen en Zandberg. En dat is een van de vele liniedijken die je had binnen de staatsspaanse linies. En op gezette tijden werden die dan onderbroken door elementjes als dit. We zitten hier op zo'n soort driehoekige uitstulping, dat noemen ze een redan. Dat was een van de kenmerken van zo'n liniedijk. En dan verderop had je fort Moerschans met waterpartijen en zo. Dus het was zowel voor de inundatie als om algemeen strategische redenen een belangrijk element. Er waren veel van die linies doorheen het gebied van Staats-Vlaanderen en West- en Oost-Vlaanderen. Dit stelsel zijn we dus later de Staats-Spaanse linies gaan noemen. Een aaneengesloten systeem met steden, forten, schansen en dijken liep dwars door het gebied. Na de 80-jarige oorlog bleven die linies in gebruik en werden ze zelfs uitgebreid. Ja, de Staats-Spaanse linies die zijn gedurende heel de 17e eeuw en ook later nog steeds aangepast, omdat Zeeuws-Vlaanderen maar in het oorlogsgebied bleef. In de 18e eeuw kwamen de Fransen en aan het eind van de 17e eeuw heeft het Nederlands grootste vestingbouwkundige van die tijd, Menno van Coehoorn, hier ook nog allerlei veranderingen aangebracht. In Hulst, maar vooral ook in Sluis, in West-Zeeuws-Vlaanderen. In 1830 werden de linies voor het laatst gebruikt tijdens de Belgische opstand, hoewel ze toen al nauwelijks meer bijdroegen aan militair succes. Tegenwoordig heeft het stelsel, of dat wat er van over is, vooral een cultureel-historische betekenis. In het oude vestingstadje IJzendijke vindt men nu het bolwerk.
het Museum voor de Staats-Spaanse Linies. In het huidige Zeeuws-Vlaanderen werd tijdens de opstand tegen de Spanjaarden een stelsel van vestingwerken aangelegd, de Staats-Spaanse Linies. Het best bewaard zijn de stadswallen van Hulst.